vrienden, bekenden, minder bekenden. Geweldig dat u er doet. Een speciaal woord van welkom aan de mensen voor in de zaal. Ook heel fijn dat u er bent. Ik weet niet van iedereen met welke smoes u hier naartoe bent gehaald. Ik weet wel dat een burgemeester heel veel kracht heeft, dat hij zelfs een DJ, een landelijke DJ, naar Hardenberg kan laten halen. Edwin ook van harte welkom. Fijn dat je erbij bent om eens te kijken hoe dat nou gaat hier in onze gemeente, zeg maar. Hè? Hoe wij dat hier doen eigenlijk. We zeggen altijd, we doen het gewoon. En dat doen we ook. En dat gaan we vanochtend ook doen, beste mensen. Bijzonder. En de persoonlijke verdiensten van iemand staan daarbij voorop. En de bedoeling is ook om het vooral evenwichtig te spreiden over alle bevolkingsgroepen zoals we die kennen in Nederland. En dat vind ik ook een heel mooi bij de burgemeester. Dan gaat het naar de commissaris van de Koning. En dan gaat het naar het kapittel in Den Haag. En dat is een onafhankelijk orgaan die adviseert aan de Koning via... Daar hadden we net niet bij verteld dat u ook op het podium zou komen. Hè? Hij gaat naar het voorspel van de FNV die u al heeft. 50 jaar lid van de FNV. Ook nog, dat hebben we niet eens gememoreerd. Maar ik wil u van harte feliciteren. En ik vind het geweldig dat ik u mag koninklijk onderscheiden. Dames en heren. Als u hier mag daar gaan zitten. Gewoon een beroep kunt doen wat u altijd kunt berekenen. U kent heel veel mensen. En heel veel mensen kennen u. En u doet met liefde en met heel veel enthousiasme uw vrijwilligerswerk. Prachtig. Ja. Mag ik wel in uw mooie jasje prikken? Ja. Dat is bijna zo. Ja. Zo. Mag ik u graag feliciteren? En in de loop van de jaren is dat gelukkig veranderd. En aandacht en ondersteuning voor mantelzorgers staat inmiddels hoog op de agenda in de zorg. U vroeg door. U liet zich niet met een kluitje in het riet sturen. En u hield iedereen voor welk effect... Van andere mensen. Het was niet alles, zegt ze. Ja. Dat geldt inderdaad heel vaak zo. Maar geweldig wat u heeft gedaan. En ik wil u ook van harte feliciteren. Toen PKN Heemse Hardenberg nog de gereformeerde kerk Heemse Hardenberg heette, was u gedurende 3 termijnen ouderling. En vanaf 1977 bent u hulpkosten van de tegenwoordig 9000 gemeenteleden tellende PKN. En dan mag u ook lekker plaatsnemen naast de andere gedecoreerden. Zo. We hebben 4 onderscheidingen uitgereikt. Van harte gefeliciteerd nogmaals. U wordt door uw omgeving omschreven als een sociaal en betrokken persoon en verstreek. Uw buurman had in dat kader wel een bijzonder vooruitziende blik toen hij zei dat u de volière die u de begin namens de koning van harte proficiat. In 2003 werkt u samen met de stichting Nagamu Nagamu Ami. En dat betekent in het Hebreeuws troost, troost mijn volk. Dat is een hulpverleningsinstantie voor hulphuis. En daaruit blijkt wel dat u een vrouw bent met een heel groot hart. U ontfermt zich over mensen die alleen voor hun problemen staan en helpt
Lukt het om te gaan staan, want anders doen we het zitten hoor. Ja. Goedemorgen. Laten we eerst elkaar de hand geven. Ja, precies. Dat is fijn dat u er bent. Ontzettend mooi. En dit is wel een heel bijzonder moment voor mij dat ik u een koninklijke onderscheiding mag opspelden namens de koning. En dat doe ik met buitengewoon veel genoegen voor al het werk dat u uw hele leven lang heeft gedaan voor mensen in uw naaste omgeving. Dank u wel. Dames en heren. Als je dat durft, zeg maar, om naar voren te komen op het podium. Ja. Van het jaar op. En werd jouw programma verkozen tot het beste van 1998. Toen begon het eigenlijk nog maar net. Sinds het jaar 2000 is jouw evenstaat op te horen bij Radio 538. En daarmee is de langst lopende ochtendshow. Dit in orde van Oranje Nassau. Van harte proficiat. Hier staan, ja. Als je iets verschuin wilt staan, zo, ja, dan wil ik goed naar de familie toe, je moeder. En dan gaan we. Gedecoreerde. Mevrouw Raambaker zit lekker in haar stoel op de eerste rij. Acht fantastische mensen uit onze gemeente Hardenberg die we vandaag onderscheiden voor hun enorme verdiensten die zij hebben gedaan voor de samenleving. Ze hebben heel veel voor anderen betekend en anderen hebben aangegeven dat te willen waarderen. Namens de koning is het mij een voorrecht geweest om hun die koning met deze onderscheiding. Maar nog eenmaal een fantastisch applaus. Ik neem nu de gedecoreerde mee. Ik hoop dat mevrouw Raambaker dat dat lukt. Dan gaan we even buiten voorbij het theater een foto maken. En daarna bent u in de gelegenheid, zoals gezegd, om de mensen te feliciteren. Dat doen we in de foyer. Maar als u nu nog even wilt blijven zitten tijdens het fotomoment, dan heel graag. Dan kunt u nog genieten van het pianospel wat zo meteen nog even weer wordt gegeven. Dit is prachtig. Ja, burgemeester kijkt. Mooi. En buig allemaal ietsjes naar ons toe. Heb er even lachen. Even in de camera kijken. Dat is alleen niet zo warm. Kan je een betere ietsje verderop zetten?